De Nissan X-Trail is een SUV van flink formaat. Toch zal parkeren nooit een probleem hoeven te zijn. Waarom dat precies is? Nou, dat ga ik je vandaag uitleggen. In de 5 meest belangrijke en bijzondere feitjes van de Nissan X-Trail. Praktisch gemak is de X-Trail niet onbekend. Er zijn namelijk 7 plekken voor passagiers. 2 op de voorste rij, 3 op de middelste rij en ook op de achterste rij zijn nog 2 zitplaatsen die omhoog en omlaag geklapt kunnen worden voor extra praktisch gebruik of juist weer extra ruimte voor de passagiers. De X-Trail heeft maar liefst 5 verschillende rijstanden. Snow, Off-Road, Standaard, Sport en Eco. Deze kunnen bediend worden op de middenconsole met een draaiknop waarin de 5 verschillende rijstanden geselecteerd kunnen worden. Mocht de horizon nou wel opeens heel erg laag vallen, dan is er ook nog de Hill Descent Mode. In deze stand rolt de auto met een rustige snelheid van 6 km per uur de heuvel af zonder dat u de rem hoeft in te drukken. Wanneer de heuvel eenmaal overwonnen is, komt de volgende uitdaging: parkeren. Dit kan soms lastig zijn in een grote SUV, maar de Nissan X-Trail kan je daarbij helpen. Selecteer de parkeerassistent, rij langs een geschikt parkeervak en volg de instructies op het scherm. Wist je dat er maar liefst 10 plekken zijn waar je een fles water kan opbergen in de X-Trail? Op iedere rij zijn er 2 cupholders waar je de flessen neer kan zetten. En dit wordt verhoogd omdat er ook nog in de deuren 4 opbergvakken zijn waar je een fles water kan neerzetten, wat het totaal brengt op 10. Op de middelste rij is er bijna limousineniveau aan kwaliteit te vinden. Tevens is er ook een climate control die ingesteld kan worden voor de passagiers links en rechts. Tevens is er ook nog een stoelverwarming voor de linkerzijde en de rechterzijde en een USB-C en USB-A aansluiting. Mocht je het geheel nog meer je eigen willen maken, dan is er ook nog een verduisteringsgordijn. Dat zijn de 5 meest belangrijke en bijzondere feitjes van de Nissan X-Trail. Maar welke vond jij het meest interessant? En welke auto zou je hierna willen zien? Laat het ons weten in de comments en kijk voor meer informatie op bogane.nl.